De gemiddelde baby is nu 150 gram en 15 centimeter. Je baby zal nu gaan reageren op harde geluiden. Een blaffende hond, een deur die dichtslaat of een brommer die vlakbij langs rijdt, je baby hoort het allemaal. De geluiden zullen er eerst voor zorgen dat de baby schrikt, maar langzamerhand zal hij of zij er gewend aan raken. Zo leert je baby het leven buiten de buik al kennen voordat hij of zij geboren wordt. Je buik zal als je 17 weken zwanger bent echt beginnen met groeien. Het kan daardoor zomaar gebeuren dat er kennissen of zelfs wildvreemden opeens aan je buik gaan voelen. Als je dit niet erg vindt, is er natuurlijk helemaal geen probleem. Vind je het wel vervelend, dan is het aan te raden om dat op een vriendelijke manier duidelijk te maken. Je hoeft je daar niet schuldig over te voelen. Het is jouw buik. Om problemen met inslapen te voorkomen, is het aan te raden om dranken met cafeïne, zoals koffie of energy drinks, te laten staan. Ook frisdranken kun je het beste laten staan vanwege de suikers die erin zitten, want die kunnen je wakker houden. Laat voordat je gaat slapen ook je mobiel, laptop en tv uit. Sluit de dag af met een kop warme melk met honing en de kans is groot dat je zo in slaap valt. Waar je als je 17 weken zwanger bent ook last van kan hebben is hoofdpijn. Het is ook geen normale hoofdpijn, maar vaak een stekende pijn aan de zijkanten. Wat de oorzaak is van deze hoofdpijn? Je hormonen. Dankzij de hormonen zal je de meeste kwaaltjes ervaren die tot aan de geboorte en soms ook daarna blijven aanhouden. Veel kan je niet doen tegen deze kwaaltjes behalve rustig aandoen en ervoor zorgen dat je gezond leeft. Naast de groei van je kindje zal de verloskundige ook letten op jouw groei en gewicht tijdens de hele zwangerschap. Wanneer je tijdens de zwangerschap in totaal ongeveer 10 kilo extra gewicht krijgt, is dat heel goed. Neemt je gewicht meer toe? Je zal niet de enige vrouw zijn die dat overkomt. De extra toename kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je te veel eet, maar het kan ook heel goed zijn dat je veel vocht vasthoudt. De verloskundige zal kijken naar de achterliggende oorzaken. Weet jij al hoe je je baby gaat noemen? Als je een partner hebt, is het goed om het hier samen over te hebben. Moet de baby vernoemd worden naar opa of oma? Of zoeken jullie een leuke naam op het internet? Er zijn volop naamwebsites en namenboekjes beschikbaar die je kunt gebruiken om inspiratie op te doen.